In de elektronische sigaret zit geen tabak, maar een soort vulling met nicotine. Volgens de fabrikant komt er daarom ook geen schadelijke stof uit, zoals teer. Maar schoon of niet, de gemeente Dongen weigert onderscheid te maken tussen de gewone of de elektronische sigaret. Wij zullen uiteraard geen oordeel vormen over wel of niet schadelijk, want dat is iets wat anderen voor ons moeten onderzoeken. Waar het ons om gaat is dat er duidelijkheid moet zijn voor alle mensen als het gaat om roken, ook alternatief roken. En we willen ook voor onze beheerders van onze gebouwen willen wij die duidelijkheid scheppen. Vandaar dat we dit besluit genomen hebben. Dongen kan de elektronische sigaret niet verbieden op grond van de tabakswet. Maar daar heeft de gemeente iets op gevonden. De sigaret wordt verboden in de huisregels. We hebben dat uiteraard uitvoerig nagevraagd of dat inderdaad kan. En dat is zo. Dus dat mogen wij op deze manier. De leverancier van de elektronische sigaret vindt het vreemd dat Dongen hun sigaret gelijkstelt aan de gewone sigaret. Het bedrijf wil daarom laten onderzoeken of de gemeente niet haar boekje te buiten gaat. Ik heb daar nog geen geluiden over gehoord, maar dat horen wij de komende periode wel, denk ik. En dan verwacht u sterk te staan? Als het gaat om onze huisregels, is het zo dat wij onze eigen regels kunnen stellen. En nogmaals, wij hanteren niet de tabakswet. Dus op dat vlak zullen wij daar geen problemen ontvangen, denk ik. Dongen wil het rookverbod voor de e-smokers nog binnen 4 weken van kracht laten gaan.